Goedemiddag, welkom in Zuidhorn, specifiek welkom in de Oostergast. We staan hier vandaag in deze nieuwbouwwijk die vanaf 2008 in aanbouw is. Momenteel kent de wijk circa 300 woningen en wordt nog uitgebreid tot ongeveer 650 woningen. Ik laat u vandaag een aantal beelden zien van de reeds bestaande wijk en ik neem u mee naar de plekken waar nog gebouwd zal gaan worden. Deze groenstrook die u hier ziet is het verbindingsstuk tussen de wijk en het bestaande gedeelte van het dorp. Hier vlak achter mij bij de onderdoorgang van het spoor, daar start eigenlijk al het centrum van het dorp met al haar voorzieningen, supermarkten, vers speciaalzaken, kledingwinkels en eigenlijk alles wat u nodig heeft. De wijk kenmerkt zich door de vele groenstroken in de wijk tussen de verschillende bebouwing. Een aantal mooie vijverpartijen met riet en ook aan de kleinsten is gedacht door het realiseren van een aantal speeltuinen. Ook qua bereikbaarheid doet de wijk erg goed. Veel mensen hier werken in Groningen met de auto in circa 15 minuten te bereiken. Ook is er een rechtstreekse treinverbinding naar het Centraal Station waarmee u binnen 9 minuten in het centrum van de stad staat. Ook voor groen wordt in deze wijk een hoop ruimte gereserveerd. In het verlengde van de verbindende groenstrook treffen we dit natuureiland wat nu nog in ontwikkeling is. Het wordt een ruim eiland met plek voor ontspanning, rust, sport en spel. Ontzettend bedankt voor het kijken. Leuk dat u met ons meeging naar deze prachtige wijk, de Oostergast in Zuidhorn. Wilt u nou meer informatie over deze wijk of de toekomstige nieuwbouwontwikkeling in deze wijk? Neem dan gerust contact met ons op.